Teun Bijleveld speelde dit seizoen alle vier duels bij Jong Ajax in de basis. De 19-jarige linkspoot kwam in juli over van AZ. Ik heb het met je ouders, met je vrienden, met je zaakwaarnemer. Heb je het er wel over. Je wil gewoon profvoetballer worden. Maar voor mezelf was het al wel snel duidelijk dat ik de stap naar Ajax wel heel graag wilde maken. Ajax is gewoon een grotere club. Meer aanzien. Misschien betere spelers om me heen. En ik woon hier ook in de buurt. Ik woon in Oudekerk aan de Amstel, dus dat heeft misschien ook wel meegespeeld. Ik had misschien iets meer moeite verwacht. Ik denk dat ik me op zich wel goed heb kunnen aanpassen. Ik ben ook wel een voetballer die houdt van voetbal en daar staat Ajax ook wel voor. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel goed is gegaan. Toch het tempo ligt hier hoger en heeft hij zich vrij rap aan aangepast. Dat is knap. Ja, ik ben, om dat over mezelf te zeggen, je hebt wel een beetje gelijk. Inderdaad, ik ben wel redelijk intelligent en ik denk dat ik dat wel gewoon, ik zie het spelletje wel. Wegdraaien, kort kappen en dan misschien een slimme steekbal om het spel open te breken. Dat is wel waar mijn kwaliteiten liggen en dat moet ik ook vaak in de wedstrijd laten zien. Teun kan heel goed de wedstrijd lezen, kan heel goed de vrije ruimtes lezen. Is technisch begaafd en heeft een goede overzicht. Nou, ik weet van mezelf dat ik goed linkerbeen heb, dus ik denk wel dat ik dat goed kan. Die eerste was goed, hadden we al besproken voorafgaand aan de wedstrijd. Omloopactie van Dani. En kwam precies op zijn hoofd. Daar moet je een beetje geluk hebben misschien. Ik kreeg volgens mij de bal van de zijkant, volgens mij van Damiel, als ik het goed herinner. En toen ik had Karel al gezien, toen speelde ik me een keer door. Dat was ook wel vooral de actie van Karel die hem wel heel mooi afmaakte, moet ik eerlijk zeggen. Dus alle credits eigenlijk wel een beetje naar Karel. Ja, heel fijn. Eiting is een hele slimme voetballer. Ook Dani vind ik ook gewoon heel goed in het duel, is goed in de combinatie. Dus het zijn gewoon sowieso bij Ajax alle middenvelders. Het is gewoon heel fijn om in de combinatie mee te kunnen voetballen. Had je snel een klik? Ja, denk ik wel. Er zijn ook allemaal jongens die ik buiten het veld ook goed mee kan vinden en mee kan lachen. Dus dat helpt wel mee. Nou, ik verwacht dat hij een goede ontwikkeling door gaat maken. En dat hij belangrijk gaat zijn voor het elftal ook. Fysiek moet sterker worden. In duels moet ik gewoon, als ik ooit het eerste wil gaan halen, moet ik daar gewoon bij mijn mannetje kunnen staan. Dus dat is gewoon een aandachtspunt, daar werk ik ook hard aan. En dus ook in de verdedigende duels moet ik gewoon de bal kunnen afpakken. En ook misschien constant passing goed zijn. Weet wanneer je wel moeilijke ballen, weet wanneer je niet. Dat is ook een aandachtspunt. Ja, het einddoel is natuurlijk Ajax, de grote doel is natuurlijk Ajax 1. Dus daar train ik keihard voor. Maar eerst wil ik gewoon echt een vaste waarde in jong Ajax worden. Daarmee hele goede wedstrijden spelen, goede resultaten, heel belangrijk zijn voor het team. En verder, dan kijken we wel verder of Ajax 1 haalbaar is.